Bij wijze van verrassing wordt deze discohoek in het kader van het jaar van de vrouw gepresenteerd. Door niemand minder dan een vrouw. Een deskundige jury waarin coryfeeën als Arie Kleibert, Mies Bouwmans, Jan Blokker, Haya Someren Douwener, Pien Wiegels, Wilhelmine Hoedemans selecteerde uit de honderden gegaderden na tientallen vergaderingen tenslotte. Uiteindelijk gaf de stem van Arie Kleibert de doorslag. Ach, u weet hoe dat gaat op de Gooise matras reeds. En daar is zij dan. Herda van Houten. Dat ben ik dus. Zo goed. Doet uw best. Veel succes. En zie mij. En dan nu voor u. Au. Cardinal Boy met haar evidentie. Bye bye. Dat betekent dus. Goedendag. Goedendag. Oh, dag meneer. Mag ik me even voorstellen? Ik ben Zelda Kees. Namelijk, ik ben van oorspronkelijk van Australische origine. Weet u wel? Ja, wat zal ik ervan zeggen, maar mijn naam is monsieur Evert van der Pik. Oh, maar niet goed, niet cool. Maar gaat u zitten? Wat kan ik van u doen? Oh, juist ja, maar waar ken ik u van? Nou, van Manuko, de discohoek vrij is. Oh, natuurlijk. Maar dan bent u natuurlijk die aardige ingenieur Evert van der Pik. Nou, dan kom ik u dus vervangen in de actie van het jaar van de vrouw. Begrijp je wel? Ja, ik ben namelijk gekozen tot de assistent van Gerben van Houten, die daar. En zij neemt namelijk de plaats van Sheffing. Het is om je gek te lachen. Nou, ik kan daar de humor niet van inzien hoor, maar goed, weet u wat van dit vak, van boekhouden en van plaatjes opzetten? Nou, nee, niet precies, maar ach, misschien kunt u het me even uitleggen. Dit is dan David. En dit is Krijdit. Oh ja. Oh, maar wat weet je dat allemaal precies? Geweld. Zeg, weet je wat jij eens moet doen? Nee. Nou, je moet je haar eens een beetje anders doen. Veel leuker, veel bij de tijd. Ik zal het wel even doen, hoor. Even. Kijk. Zo, dat doe je helemaal zo. Oh, dat staat geweldig. Ja, ja. En je das, die moet helemaal weg. Helemaal die dassen, gewoon dassen. Oh, ja, maar dat is een... Maar moet dat nou echt zo? Oh, dat is geweldig, zeg. Het nummer loopt af. Zo? Het nummer loopt af, daar moet je ook op letten. Zeg, weet je wat ik zal doen?
Ja, zie de heid al. Het nummer loopt af. Zo? Ja, het nummer loopt af, daar moet u ook op letten. Zeg, weet je wat ik zal doen? Ja. Ik zal een spiegel halen, dan kun je zelf zien hoe leuk het staat. Hè? Ja, oh, het staat enig. Nou, ik heb hem dus aan de telefoon gesproken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik was natuurlijk wel een peulefeu. Maar goed, we spraken dus af in restaurant Vrij Berlijn. En toen werd het toch nog gezellig. Ja, ja. Ja. Zeg, kijk eens. Hoe fijn dat hier geregeld is. Een vrouw kan de was doen. Reeds. Dit was zomaar even een grapje. In het kader van de vrouw van het jaar presenteert vanavond een speciaal daartoe geselecteerde Gerda van Houten de Disco Hoek. En we schieten er al aardig doorheen, zegt mijn schema. Let op, ze gaat wat zeggen. En naast Radio Point zal nu voor u spelen de... Prachtig gewoon! Heel fijn. Je moet natuurlijk nog wel even leren niet alles van het papier te lezen. Wie zijn dat? Dat zei ik toch, Rees? Annabella! Met Annabella! Nee, ik heet Gerda! Ja, dat weet ik ook wel, Annabella! Ja, maar wie is een Annabella voor ons? Meneer, heeft u even het oog gezien? Ja, en waar is die mevrouw van het jaar nou? Oeh, daar ben ik al. Och, kijk eens hoe leuk of even onze Evert eruit ziet. Je mag zelf ook even kijken. Kijk eens. Evert, ben je helemaal gek geworden? Ja, ja, meneer Van Hoepel. Leuk staat het hem, hè? De data van de rijden de disco kwam aan draaien wijken. Heel, als het goed is, dan is hij 5 uur op de radio. Hier volgen de data van de Van Oepels rijdende disco. Op zaterdag 22 maart in Kasteel van Antwerpen te Baarnem. Zaterdag 29 maart Theater Nar Helmond. Op maandag 31 maart tweede paasdag Wardensing Sushi Q te Veenendaal. Dat is ook toevallig. Ja, Baarnem. Hier is je boek, dit terug. Het is fantastisch. Ik heb het in één adem uitgelezen. Al die servetjes staan erin. Zeg mevrouw Kay, staat hier toch te klooien met die pick-up? Dump is woedend en terecht.
Zeg, meid, wil jij een beetje op je woorden letten? Kijk eens even, ik weet niet of u het weet, maar ik ben hier uitgenodigd door Arie Kluijer. Gewoon als de vriend op de trein. Dacht je dat ik niet uitgenodigd was? Nee, maar ik heb hier de tekst. Hallo, hallo, dames, wilt u daarmee stoppen? Ga je maar naar de trein. Waarom is dat maar goed af? Dames! Kan je wel? Wat kan je nog rijden? Krijg nou wat! En dat toch wel in het zoveelbelovende begin van het jaar van de vrouw Lins. Pons, ik word een beunefeu. Aangezien onze dames onverhoed zijn verdwenen, staan wij er thans hier alleen voor. En dat toch wel in de vrouw van het jaar. En wie is u? Ik ben Indriani. Heel fijn. Dat is onze succesvolle Belgische songfestivalzangeresje, als ik het wel heb. Ja, dat is juist, ja. Ja, zeg Evert, doe je haar normaal en laat die kletspraat nu maar aan mij over. Ja? Jawel, meneer Van Hoekel. Ik zou zeggen, steek u maar van wal. Ja, dan zal ik graag voor u zingen. Dan zal ik dansen. Wanneer? Goedenavond allemaal. Voor vanavond heeft jullie eigen dominee Wangers een heel koor meegebracht. Draai hem ook in. Ja, intramuros peccator, et extra in de IRE. Nou, ik moet weer terug naar België. Ik heb nog veel te veel werk. Dag! Dag hoor. En nog veel succes. Abitus Dantes, wat zegt u? Ach nou ja, laat ook maar. Bent u daar nou alweer? Jazeker. Zijn wij met de vrouw van het jaar aan het vieren? Het jaar van de vrouw is het. Komt u weer aanzeilen in uw maffe jurk? Ja, en waar staan die dames eigenlijk? Ik bedoel... Ja, dit is een muziekprogramma. Begrijpt u? En omdat ik weet dat dit een muziekprogramma is, zal ik deze keer ook geen toespraak houden, maar het koor verzoeken een groots nummer te zingen. Let op! God bewaar me. O, signore.
Waar is Gerda, onze presentatrice? Niets. Zo, dat was wel dat. Meneer Van Oekel, wij gaan nu eerst even een hapje drinken. Gaat u gerust uw gang, we zijn zo weer om. Nou, u hebt het er prachtig van afgebracht, hoor. Waarom? Ik dank u. Daar zullen ze thuis van opkijken, denk ik wel, hè. Die kant uit graag. Dit is de hippie van Zelda King. For you, never, never break a heart that really loves you. Genoegen bij u aan te kondigen. Lucifers, Marietje, ben je er ook weer? Nou, en op. Let op. Mrs. Hadley began.
even. Heb je nou toch je haar weer achterover gekapt? Kom hier, dat zal ik eventjes veranderen, want dat is helemaal niet leuk. Je Russian couple is breaking up. In the living room, the linen and the crystals sit on back there, said to go. Oh, daar heb je Bertus. Oh, daar heb je Bertus. Verdriet. Stuk verdriet, zal je de plastic vlies uithangen. Als jullie... Krijg nou wat. Maar die... En dan kan ik zeker aan de abbas. Kom aan. Verdriet. Hoi. Ik kan leren weg achter de pannen. Kom op. Vaarwel, zuster in de strijd. Houd moed! Eén zullen wij overwinnen! Ga even naar de wc. Some strangers will be climbing up the stairs to the bedroom, fill the memories, the one we used to share. It is mother no head. It is mother no head. She is dead. She is dead. We'll be right back.
dan nu, na dit overstelpende, sentimentele geraas uit 1850, uw aandacht voor het betere genre. En als klapstuk deze avond komen wij ook nog eens op de proppen. In het voorjaar van de vrouw, met een ongekende zangeres, die de hele avond al met smaak op ons heeft zitten wachten. En als het goed is, dan komt zij er nu aan. Lisbeth is. Bent u daar dan alweer? Maak dat u wegkomt. Stuk verdriet, maffe zedenprikken, scheert u weg. Uitskuiken, fariseeën. Zeg, wat is dit voor gescheld? Kunt u een beetje ophouden? Kom ik me daar een lied zingen, dan word ik meteen uitgescholden. Is dat? Ach, pardon, iets. Hartelijk welkom en welkom gefeliciteerd, Reeds. Respect, wist. Even, ga daar eens een beetje behoorlijk zitten. U gaat voor ons zingen. Mag ik aanroepen? If I'm standing in a crowd, call my name, call it loud. Don't go to strangers, oh man, call on me. With your arms then in the air, let me know that you're there. When in doubt, oh man, call on me. Juffrouw, zal ik u even op de vleugel begeleiden? Ik heb namelijk kort geleden onlangs nog een tamelijk danig succes geboekt bij Cat & Meggy Kazoen. Ik zal u even begeleiden, ja? Oh, mijn hemel. Dat was niet de bedoeling. It's a mess. Eens kijken wat een mooie nieuwe schoen nog ik aan heb. De Nederlandse pennenfabrieken. Ja, en beroepsvoetbal in Deventer. En kernenergie. Ik kan er nog mag, nou, 7 nee, drapen. Kunt u dit echt hier leggen? Oh ja, ja, daar is het. Freek, veel dank voor uw prachtige, dappere optreden. En als tegendank ontvangt u hierbij de Van Oekels Trofee. Tevens in het kamer als vrouw. En heb jij, en daarbij denken wij aan de uwen, zoals in het verschiet ook aangerekende onmiskenbare talenten in zanginrichting, met schaaf, prachtige jurk, heeft u daarbij u. Stop, don't do it!